politieke praatprogramma van Twente dan. Politiek is politiek en je maakt voor jezelf een afweging. Wat speelt er? En waarom wordt juist deze beslissing genomen? Ik kijk er wel met een goed gevoel op terug. Van je tijd is het oorlog. Actueel, met ruimte voor debat. Als je bij pagina 2 bent, dan is het geld als een beetje op, denk ik. En dan is de stamper de beste optie. Wie gaat met de eerste strijken? Praat mee tijdens de uitzending van Politieke Stem op Delta FM. Is dit een reden om te stoppen met de coalitie? Uw reactie is meer dan welkom. Kijkers en luisteraars, goedenavond. U kijkt weer naar Delta F. Nee, u luistert naar Delta FM. U kijkt naar Delta TV. En u kunt ook ons volgen via de Facebookpagina van dit programma. Hartelijk welkom bij deze laatste uitzending voor het zomerreces. U bent tot 22 augustus van ons af. Wij gaan ook met vakantie. Net zoals de politiek. Vanavond zijn mijn gasten Stefan Reusken, fractievoorzitter van de PvdA GroenLinks, en Gerjan Smelt, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Stefan is fractievoorzitter van een oppositiepartij en Gerjan is fractievoorzitter van een coalitiepartij. En dat is hij gewend. Dat ben ik gewend. Ja. Ja. Hoeveel jaar al, Gerjan? Jaren. Je weet je er altijd. Hij weet zich er altijd weer in te brengen, ja. Stefan hoor. Dat, heren, al een beetje bekomen van de marathonuitzending van afgelopen dinsdagavond. Die begon om 2:00 middags. En om 11:50 was het eindsignaal. Ja. Dat was wel een lange vergadering. Een lange zit, ja. Wat overigens met begrotingsvergaderingen en veel moties en veel wijzigingen en veel schorsingen doorgaans toch al het geval is. Dus in die zin zou je zeggen, we zijn een beetje gewend. Maar het zijn doorgaans lange vergaderingen. En ik moet eerlijk zeggen, als ze na 10:00 lopen, en vooral als je 's middags al begint, dan begint dat wel te tellen. Ja, ja, dan raakt de schepter een beetje af. En dan merk je dat over het algemeen vlakt het ook wel af. Dan hebben mensen ook eerder de neiging van, laat me doorwerken. Terwijl ik het laatste gedeelte zelf wel het leukste was ook vond. Het leukste. Omdat ja. Daarin, denk ik, een aantal punten aan de orde kwamen. Onder andere, ik denk dat we daar nog over komen te spreken, de motie rondom het Veenmuseum. En ook de discussie die ik had, zowel met Gerjan Smelt als met Marcus Elsinga, daar waar het ging om de motiemarkt. Ja. Onder andere, dat vond ik het leukste gedeelte. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. We komen uiteraard nog terug op de moties, want er werden er geloof ik 27 ingediend en uiteindelijk maar 4 aangenomen, waaronder 2 moties die ingediend werden door de coalitie en dat die aangenomen zou worden, stond bij voorbaat al vast. Dus in feite zijn er 2 moties overgebleven. En over die 2, Stefan, ga ik het met jou in de loop van deze uitzending nog hebben. Prima. 3 amendementen waren er, hè? Ja. Waarvan er 1 aangenomen is. En wel 1 aangenomen. Ja. Dat kan ook niet anders. Nee, oké. Okay. Laten we, zijn nu toch begonnen, laten we maar over die vergaderingen gaan hebben. Gerjan, jij sloeg direct al in jouw tweede termijn de piketpalen door te zeggen, oppositie, het heeft geen zin als jullie moties indienen die tegen het coalitieakkoord ingaan, is er met mij niet te praten, dan worden ze afgewezen. Ja. Waarom heb je ervoor gekozen om in dit stadium, op dat moment, terwijl nog lang niet alle moties waren ingediend, de deur op dat moment al keihard in het slot te gooien voor de oppositie? Ja, nou, dat is een interpretatie die direct wordt gegeven. Ik heb gehoord wat je gezegd hebt. Als je het zo brengt, dan zeg je, gooi je de deur op slot. Ik heb wel direct duidelijkheid willen geven, want ik heb alle moties vooraf mogen krijgen. Dus altijd met voorkennis kunnen handelen. En er waren moties bij en die zijn uiteindelijk ook niet eens in stemming gebracht. Wel ingediend, nog eens een keer over gepraat en niet in stemming gebracht. Die uiteindelijk geen haalbare kaart leken en ook niet konden zijn. Waarvan ik er ook kansloos vond, omdat ze daarmee het beleid van de coalitie zouden ondermijnen. En dan heeft het ook geen zin voor ons om daar maar omheen te draaien. Dan is het ook wel duidelijk en dan is het aan de oppositie om op dat moment te bepalen of ze een motie wel of niet indienen. En die keuze mogen ze dan alsnog maken, maar ze wisten dan de voorhand in ieder geval. Het was wel duidelijk. Het was super duidelijk, denk ik, en transparant. Ja. Ja. Heb jij daar nog iets over te zeggen? Je hebt er al iets over gezegd. Ik heb het net ook al gezegd. Ik heb toen direct naar de coalitie gereageerd in de zin van, en nog eens een keer gevraagd van,
Wat doe je dan met goede voorstellen? Waarbij ik denk dat er ook een aantal voorstellen waren, waaronder, en dat zeg ik natuurlijk namens de Partij van Arbeid GroenLinks, een aantal moties waren waarvan ik vind dat ze ook aansluiten bij het coalitieakkoord. Waarvan ik denk, van, die wil ik toch in debat brengen en daar wil ik het gewoon over hebben. En dan ga je in het debat of na het debat bepalen of je hem alsnog of niet in stemming brengt. Maar dan wil je wel de oppositie, of in ieder geval de coalitie, gehoord hebben van wat vind je daarvan. Of op zijn minst gehoord willen hebben van het college. Wat vinden ze van de moties die je inbrengt? Ja, maar dat is wat anders dan de coalitiepartijen natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dus het college zit er voor ons allemaal. Mm-hmm. Zijn weliswaar uit onze partijen. Dus dat is prima dat je dat aftast. Maar voor ons, als je tegen het coalitieprogramma een voorstel had gedaan, en dat heb je overigens ook niet gedaan, want je vroeg dat ook inderdaad, wat doe je met goede voorstellen? Nou, het resultaat is dat goede voorstellen, dat zei ik ook tegen je, een andere waardering krijgen en daar ook constructief mee omgegaan zou worden dan voorstellen die regelrecht tegen het college, of in ieder geval tegen de coalitieakkoorden gingen. En dat, nou ja, goed, in die zin is de uitkomst aan het einde van de avond, je wou de balans opmaken, heb ik niet van je gehoord, maar volgens mij kunnen we het nu wel eens een beetje tegen de kijkers zeggen hoe de balans is geworden. Volgens mij wel. Als ik kijk even naar de inbreng die wij hebben gehad, de punten die wij als Partij van Arbeid GroenLinks hebben willen maken, zowel op het sociale gebied, duurzaam gebied en burgerbetrokkenheid, denk ik dat mijn inbreng heb gehad. Als het gaat om duurzaamheid, heeft het college een aantal toezeggingen gedaan, dat ze daar op een later moment terugkomen. Nou, ik vind een toezegging, vind ik ook winst, want dan kun je er op een later moment nog over spreken. Als het gaat om de moties die het vanuit de oppositie gehaald hebben, dan zijn er twee moties die wij hebben ingediend. En die zijn misschien niet helemaal conform de indiening uitgevoerd. Terug, maar er zijn wel twee moties door de oppositie, zijn de Partij van Arbeid GroenLinks ingediend, die het uiteindelijk allebei gehaald hebben. Deze moties zijn niet ingediend door de oppositie. Deze moties zijn ingediend, in mijn beleving, door de PvdA GroenLinks. Ik heb ze hier voor me liggen. Ja. Je hebt daar de oppositie of niet bij betrokken. Of de oppositie heeft gezegd, ik doe niet mee. Maar anders kan ik het niet duiden. Ik heb hem hier voor me liggen. Klopt, maar als je op de achterkant kijkt, je kijkt naar de handtekeningen, dan zie je dat ze mede zijn ingediend. Althans, in ieder geval die van het Veenmuseum, door de CDA, VVD. Heel duidelijk, maar goed, daar kom ik zo op. Ja. Is dat niet de hele oppositie trouwens? Nee, klopt. Ga je nog even terugkomen op dit aspect. Is het coalitieakkoord dan in beton gegoten en kan er geen sprake zijn van voortschrijdend inzicht, mede door oorzaken van buitenaf? Want je was heel stellig, hè? Ja, maar dat was met name, dat zei ik ook. We hebben natuurlijk de termijnen gelezen, we hebben de beantwoording, die enorme batterij aan vragen, die hebben we allemaal gelezen. En we hebben de antwoorden van het college gelezen. En je hebt vervolgens krijg je die voorstellen te zien. En dan is er maar één ding te doen. Wees op dat moment duidelijk. En wint er ook geen doekjes om. Maak ook helder hoe je daar naar kijkt. En ik vind dat een vorm van transparantie waar mijn collega's recht op hebben. Okay. En in beton gieten is niets is in beton gegoten. Maar voor dat moment, voor deze kadernota, met de voorstellen die er lagen, zag ik geen andere weg met mijn fractie dan te zeggen, we zullen duidelijk zijn hoe wij er vandaag in zitten. Was het achteraf niet verstandiger geweest in jouw ogen om daar even mee te wachten tot alle moties waren ingediend? Ik had het al gezien. Dus ja, maar er kan altijd een partij tussentijds natuurlijk nog een motie. Ja, maar dan wisten ze in ieder geval dat hij in ieder geval niet in de coalitie kwam. Dan hadden ze een voorstel kunnen maken. Dat hebben ze niet gedaan. Goed zo. Nee, oké. Duidelijk. Het is jouw mening. En, daar zit je hier voor. Ja. En die mag je geven. Er werden drie amendementen ingediend. Volgens mij alle drie of twee door de coalitie. Eentje. Eén. Oh. A6. Sorry, ja. En AZ. AZ. Ja, AZ is een voetbalclub. Ja. Die is aangenomen. En dat is natuurlijk niet verrassend. Nee? Nee, dat vind ik niet. Als je als coalitie een abonnement indient en de meerderheid hebbende, dan weet je bij voorbaat al dat het goed gaat. Of het college moet zeggen van nee, dat doen we niet. Maar die afwikkeling en afweging hebben jullie van tevoren al gemaakt. Dat kan bijna niet anders. We moesten hem aanpassen van het college. Ja. Ja, we hebben zelfs op basis van de beantwoording nog een punt eruit gehad. Ja, ja. Dus, nee, dat klopt. Dus in die zin was die nog wat rekbaar en zat er ook nogal, was er nog wel overtuigd van het college uit orde. En dan kun je ook zien dat er een stukje dualiteit in zit. Waar het college, als u hem zo indient, dan hebben we er toch wat moeite mee. Dat punt moet eruit. Dat hebben we ook gedaan. Okay. Plus, het is een beetje hetzelfde als wat de PvdA overkomt. Als je een voorstel over de rijstreep wilt halen, hè, dan kunnen we zeggen, dat doen we op deze manier.
Of je maakt nog een nuance of je past een stukje tekst. Dat hebben we gedaan. Ook met en, A6. Precies. Ja. En binnen A6 heeft het college ook aangegeven... als u dat doet rondom het asbestfonds... dan is de consequentie dat die multiplier... Mm-hmm. Het vermenigvuldigen van het budget... Ja. Voor de kijkers, jongens... A6 was de motie inhoudelijke richtingen en financiële uitwerking. Vanwege de tekort in de kaartnota van 3,5 ton. Ja, want de kijkers weten niet wat A6 is. Ik kom daar later ook nog wel even op terug. Ja, okay. Wij gebruiken ook in de vergadering, naar mijn mening, iets te veel vakjargon. Klopt. Als je de afkortingen hoort die over tafel gaan, daar snappen de kijkers helemaal niks van. Maar heb je gekeken hoe die kaartnota eruit ziet? Er zit een bijlage in met 6-7 verklaringen. Nee, het gaat mij om... Allemaal afkortingen die ook in de stukken staan. Ja, begrijp ik. Maar wij zenden het uit voor de inwoners. Mm-hmm. Mm-hmm. Die kijken daarnaar. Die snappen echt niet wat je bedoelt met AGB. Was dat dan? AGB? Ja, weet ik zelf ook niet. Ja, maar ik heb het aan Roel Koster gevraagd. Die wist het zelf ook niet. AGB. Die vraagt niet wat PIP is. Dat weten ze niet. Mm-hmm. En daar spreken wij over. Mm-hmm. En niemand zegt... wat is dat? Want iedereen wordt geacht dat te weten. Ja. Alleen de kijkers weten dat niet. En jullie zetten je in, allebei, voor de laaggeletterdheid in de stukken. Ja. Maar ik vind ook dat, dat je met dezelfde mensen, die laaggeletterde mensen, rekening moet houden in een tv-debat. Ik hoor er overigens nooit van. Dat mensen kijken, dat ze zeggen van... Dat kunnen twee oorzaken zijn. Of er kijkt geen mens naar. Ja. Dat zou kunnen. Ja. Nou ja, dat kunnen jullie toch meten. Of ze zeggen, ja, dat zal wel. Ik ga mijn vinger niet opsteken dat ik het niet snap. Nou, jij gaat er nog wel eens praten op. Als jij Facebook en dergelijke hebt, dat je veel connectie hebt. En dat je mensen hebt die reageren op een uitzending. Dus ik kan me voorstellen dat Delta TV in ieder geval een basis heeft om die informatie tot zich te krijgen. Jawel, maar de reacties komen wel, hoor. Hebben ze daar nog over? Dat PIP en AGB niet direct KIV, van de uitzending van afgelopen dinsdag. Mm. Maar men reageert wel dat ze het niet snappen en niet begrijpen. Oké. En ik vind dat jullie zijn goed op weg met die laaggeletterdheid in de stukken. Ja. Maar probeer dat dan ook Jip en Janneke taal te doen in de uitzendingen. Want daar doen we het voor, hè? Ja. Toch? Ik denk terechtpunt, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar mijzelf niet, voor mij niet aan bezondig om veel af kan doen. Ik wijs niet naar ik mensen. Ik denk dat goed punt is. Ik denk dat goed je punt hebt gelijk. Is. Ik probeer erop te letten. En tegelijkertijd, je hebt gelijk. Ja. Ik denk dat het misschien een idee is om het in het presidium een keer aan de orde te stellen. Want ook de voorzitter zou daar een rol in kunnen spelen. Dat als iemand van ons, jullie, een opmerking maakt die eigenlijk te vaktechnisch is en met afkortingen gaat werken, dat er om verduidelijking gevraagd wordt. Ja, dat geldt ook voor het debat eigenlijk. Hè? Ja. Dat zijn de voorzitters die een debat leiden eigenlijk hetzelfde. Ja, goed. Nou. Duidelijk. Gaan we goeie opbouwende journalistieke commentaar. Feedback. Fantastisch. Dank u wel. Terugkoppeling. Ja. Wat wel opvallend was, dat er van de 27 moties slechts 2 aangenomen zijn. En... Ik zie de glimlach en Stefan heeft er al iets over gezegd. Die was er, Er zijn 4 moties aangenomen. Er zijn 4 moties aangenomen, maar 2 van de oppositie. En alle 2, en ik zie hem lachen, ingediend door de PvdA. En die credits, PvdA GroenLinks, die credits wil ik hem ook graag geven. Alleen de motie Veenmuseum, Stefan, is wel helemaal op zijn kop gegooid. Daar was de dekking, klopte niet. Die zou normaal gesproken afgewezen worden. En het voorstel, het dictum, is helemaal veranderd. Mm-hmm. Dus of dat dan nog een motie is namens de PvdA... of een motie die bijna breed gedragen door de Raad ingediend is... kan je je afvragen. Zo kijk ik er tegenaan. Maar dat mag. Ik wil graag jouw mening daarover horen. Nog heel even. Je zijn net 27 moties ingediend. Uiteindelijk zijn er ook een x-aantal moties ingetrokken. En dus niet ingediend. Ja, dat betekent ook... Maar niet in stemming gebracht. Niet in stemming gebracht. Zijn wel ingediend. Zijn allemaal ingediend. Maar niet in stemming gebracht. Dat is denk ik ook even belangrijk om te zeggen. Want als je de 27 indient en vervolgens wordt er gestemd... en een groot deel van de moties wordt op grond van het debat... de afweging die je maakt... de conclusies die je trekt worden vervolgens niet in stemming gebracht. Vind ik dat je ook echt even moet kijken naar hoeveel moties zijn er uiteindelijk ingebracht. Er waren er 27. Het is geen wedstrijd motie indienen. Het gaat om de kwaliteit van de moties. Ja, maar die kwaliteit werd op voorhand al door jouw buurman niet zo hoog ingeschaald. Want zij van tevoren al... jongens, als het tegen het coalitiebord gaat... Dat ben ik niet helemaal met je eens. Want als ik kijk naar... Precies, dit ter verdediging van de coalitie...
dat wat tegen het coalitieakkoord ingaat. Je denkt toch niet dat ik moties in ga dienen? Op eentje na. Mm. Maar dat is een debat aan de orde gekomen. Het ging over het echtscheidingsloket. Ja. Ja. Maar verder zal ik echt geen moties indienen die tegen het coalitieakkoord ingaan. De moties die ik in stemming heb laten brengen, die gaan niet tegen het coalitieakkoord in. Nee. En daar hebben we wel een debat over gevoerd. Ja. En dan maak je ieder je eigen keuze of je ermee instemt of niet mee instemt. Ja. Dat wil ik even gezegd hebben. Oké, maar we gaan er even over door. Ja. Maar kennelijk heeft de fractievoorzitter van de ChristenUnie, en hij heeft zelf gezegd, ik had de moties van tevoren gezien. Mm-hmm. En toen heb ik de beslissing genomen om te zeggen tegen de oppositie, als jullie moties indienen die tegen het coalitieakkoord ingaan, worden ze afgewezen. Ja, kennelijk door jou. Ja. Dus kennelijk zaten er, volgens de mening van de fractievoorzitter van de ChristenUnie, moties tussen, laten we het dan zo zeggen, die wel tegen het coalitieakkoord ingingen. Ik zeg niet dat die door de PvdA zijn ingediend, maar onder die 27 die ingediend zijn, zaten er, volgens de mening van deze fractievoorzitter, een groot aantal tussen die... Ik heb het woord groot niet genoemd. Ik heb maar dat is mijn interpretatie. Ja, die laat ik dan maar voor jouw rekening. Kom maar. In ieder geval. Maar ik heb denk ik voldoende aangegeven in debat met Stefan dat het niet kansloos zou zijn. Nee. Maar wat wel kansloos zou zijn als daarmee het coalitieakkoord onderuit ging. Maar juist omdat we 3,5 ton uitdaging hebben. Ja. Dus moest je oplossingsmoties hebben. En eerlijk is eerlijk. En dat zal Stefan eveneens beamen. Heel veel moties, zat veel munitie in, nul dekking, dus het tekort zou daarmee heel groot worden. En dat is jammer, want daar hadden we wel een reparatie uit te voeren. Ja. Het was geen sluitende begroting en we hebben of geen sluitende kaartnota, nee. En dat is op zich niet erg. En we hebben met elkaar natuurlijk een gigantische uitdaging. En daar vind ik de PvdA GroenLinks vaak op dezelfde lijn. Het sociaal domein is een domein waar we veel geld aan besteden, dat moet ook. En waar we heel kritisch moeten kijken of we daar de goede dingen doen. Ja. En daar is Stefan altijd super constructief in. Ja. Dus daarin hebben wij, denk ik, over het algemeen ook geen verhitte debatten. Maar kijken we naar de best practices. Ja, toch? Ja. Ja. Duidelijk. Het Veenmuseum hebben we het over gehad. Uiteindelijk is het resultaat, het gewenste resultaat, aanvaardbaar. Mm-hmm. Ik heb niet met Jeroen Klinkhamer kunnen praten na afloop. Maar ja, meer zat er niet in. Denk ik heb nog een appje van hem. Oké. Tevreden? Gematigd? Gematigd tevreden. Oké. Okay. Want het gaat om een renteloze lening. Ja. Ja, nee, dat is duidelijk. Het is geen schenking. Het is geen schenking. Nee. Maar er is wel de kans om er een schenking van te maken. Maar het voorstel zoals die er lag, nee, daar moest ik nog even met de wethouder financiën over debatteren. Ja, want je hebt wel een jaar gezegd. Ja, maar had hij wel in de gaten. Ik dacht, wat doet hij nou? Ja. Dat dacht ik ook. Daarom stond ik daar. De motie die wel aangenomen is, dat is de motie Neder-Saxisch in Twenterand. Dat is wel een motie, Stefan, die uitsluitend door de PvdA is ingediend. Ja. En waarschijnlijk dan niet met de oppositie is vooraf besproken. Wij hebben, zoals dat gebruikelijk is, met de oppositie bij elkaar gezeten en gekeken van hoe staan we er ieder van ons in. En daarin hebben we gekeken van welke moties dienen we elkaar in. Dat hebben we ook gedaan. Die zijn ook besproken. En deze motie hebben wij als Partij van Arbeid GroenLinks ingediend. En de andere partijen hebben gezegd, we wachten af wat er in het debat gebeurt. Ja, oké. Okay. Nou ja, het opvallend. Het is niet de eerste keer dat dit onderwerp aan de orde komt. In de vorige periodes heeft raadslid Wessels het een aantal keren geprobeerd. Toen heeft volgens mij de ChristenUnie daar tegen gestemd. Maar dat weet ik niet helemaal. Maar het is in ieder geval niet aangenomen. Nee. En jullie hadden de meerderheid toen met de drie coalitiepartijen. Ja. Maar er is geen, zo'n motie met deze inhoud is nooit aan de orde geweest. Nee. En met deze inhoud niet. Nee. Dus, en met name het verzoek draagt het college op waar de PvdA naar vraagt. Had voor ons sympathie voldoende. Volgens mij zijn de wethouders zijn fan van een grappige motie. Ja, precies. Daarmee kunnen we wat doen. En laten we eerlijk zijn. Dit is geen hogere wiskunde. Nee. Het gaat ook om, daar mag je dan wel zeggen, dit is ook een stukje symbool, maar wel naar de cultuur. En dat vond ik wel, vond ik wel belangrijk, want we hebben niet zoveel cultuur. En de dingen die we in cultuur kunnen omzetten, wat relatief weinig geld kost, maar wel sympathie heeft. Nou, dat vonden wij als fractie op dit moment met deze samenstelling, vonden wij dat voldoende om te zeggen. Dit was precies de intentie, zoals Geo nu vertelt, dat was precies de intentie van de motie. Je ziet dat er een aantal organisaties hierin
Twenterand actief zijn met die cultuurhistorie. Ja. Je ziet dat het ook in de provincie begint te leven. Nou, dan is dit een mooi moment om te kijken hoe kunnen we dat vormgeven en een steuntje in de rug gegeven in Twenterand. Ja, maar het is wel mooi in relatie tot de 650 jaar systeem wat je nu ziet. Hè? Dat daar, en ik kan zeggen, ja, stel het nou voor. Maar als je kijkt, ze hebben die vlag gedaan, staat op, en ze hebben een wijnfles en staat op Vienne van Aas. Je hoort in Friese wijn niks anders zeggen, hey, Vienne van Aas, hè. Dus op een of andere manier kun je met taal kun je iets bereiken. En dat gaf je ook met elkaar aan. Wat dus uiteindelijk zeg maar ook een bepaalde waarde krijgt. Ja. En dat is leuk. Kijk, dat is gewoon mooi. Dat Vienne, dat Friese wijn Vienne wordt, is duidelijk. Maar Stefan, jij bent de indiener van deze motie. Hoe gaat het in Den Ham heten? Hoe gaat het in Vroomshoop heten? Is daar al over nagedacht? Nee. Niet door mij. En ik ben ook geen van oudsher een geborene Viennenaar. Of, maar Vienne is duidelijk. Vienne is duidelijk. Maar je hebt hier de plaatsnamenwoordjes van de kernen. Precies. Dus dan dat denk zou ik mooi zijn. Dat zou mooi zijn als daar een onderzoek naar gedaan kan worden. Als ik al kijk wat er nu gewoon op Twitter al voorbij komt. Ja. En dan discussies grappig, hè? Over. Wat was Westerhago weer? De Wieken. De Wieken. En, en de emotie die dat even weer oproept. Ik denk mezelf van hey, dat is dus taal. Taal is gevoel. Ja. Taal is emotie. Het is mooi om te zien dat dat die discussie oplevert. Okay. Dat vind ik mooi. We gaan daarvan denken. Ik heb zitten nadenken ook over Vroomshoop bijvoorbeeld, of Den Ham. Maar ik ben er nog niet achter. Maar Leeuwarden weet je wat eronder staat, hè? Ja, Jouwert. Ja. Nee, dat weet ik. Dat weten wij ook. Dus dat zou op den duur in Friesland zouden weten. Friesveen, Vienne, de naam, Nam, dat soort dingen. Is dat Neder-Saxisch, Nam? Het maakt niet uit, het gaat om de taal. En dat hebben we jou al gevraagd. Neder-Saxisch. Ja. Oké, ander onderwerp. We zijn eruit. Maar dit is dan de motie die zonder twijfel op de konto komt van de PvdA. Absoluut. Gefeliciteerd, meneer Reuske. Ja. Van de 7? Moties? Ja. Vijf of 7? Ik weet het niet meer. Hoor. Ik heb 7 moties ingediend. Ja, dat dacht ik. Ja. Waarbij 2 moties door het debat met het college. Ja. Waarbij het college zegt, daar komen op een later moment een ander moment op terug. Daar hebben we het al over gehad. En andere moties... Heb ik mijn punt kunnen maken? En heb ik ze wel eens niet gehaald, maar ik heb mijn punt wel kunnen maken. Ik vind het wel mooi van de PvdA, GroenLinks, zoals ze erin zitten. Ze beseffen zich goed dat ze 1 zetel hebben en in het geheel kijken van nou, wat is haalbaar. Dat meen ik oprecht. En ik denk dat jullie in dit geval ook in dit debat hebben laten zien, tel onze knopen. En een toezegging is ook wat waard. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb soms ook liever een toezegging van het college dan dat ze een motie van me aannemen. Want een toezeggingenlijst wordt net zo goed in het presidium besproken, wordt net zo goed gemonitord. Ja. En het college verbindt zich dan ook wel op persoonlijk aan. Want zij of hij doet die toezegging. Ja. Nou, dan moet je van goede huizen komen. Wil je dat niet nakomen? Precies. Nee, het valt op dat de manier van oppositie voeren door de PvdA GroenLinks toch anders is dan van de andere partijen. Ja. Van een aantal andere partijen, laten we het zo zeggen. Het gaat te ver natuurlijk om te zeggen dat de PvdA GroenLinks gedoogpartner is van de coalitie. Want jullie hebben helemaal geen gedoogpartner nodig. Nee. Maar jullie zijn er wel in geslaagd om ook binnen de oppositie op een groot aantal punten, in ieder geval door 1 partij, medewerking te krijgen. Als je het helemaal goed bekijkt, heeft GBT ons ook niet nodig, hè? Nee, maar daar zijn we het al langer over eens. Nee, en dat is de situatie. En of dat politiek een gezonde situatie is wat anders. Ja. Maar ook daarom in te gaan, ook de PvdA heeft wel moeite gedaan om toen het coalitieprogramma indienen. Toen nodigden wij ze uit om te debatteren en goede punten in te dienen waarvan ze vonden dat die onvoldoende belicht zijn. In het addendum heeft de PvdA daarin supergoed gescoord, omdat ze daar aanvullingen deden. En dat is ook wat waard. En de houding van deze partij, jegens de coalitie, maakt daardoor ook een verschil. Want daardoor voelt deze partij zich inhoudelijk ook meer verbonden met het coalitieprogramma. Ja. Ja. En dat merk ik. En ik denk dat de constructieve houding van de PvdA, omdat ze van oudsher ook een coalitie-bestuurspartij zijn en willen zijn. Jammer is dat ze zo ingeboet hebben in een aantal. Want toen ik in de raad kwam, zaten ze met 5. Hè? Ja. En nu is de Stefan er alleen. En is hij nog een samenwerking met GroenLinks aan moeten gaan om moverende reden, prima. Dat geeft wel aan dat die partij wel snapt in de houding van waar kan ik mijn punten scoren. Ja. Dus ik heb daar als oppositiepartij, hoe klein ze eigenlijk ook maar zijn, want uiteindelijk zit je op de allerlaatste stoel, wat ik je niet gun, maar daar zit je wel. Wel dips bij de microfoon wel, hè? Ja, maar zit daardoor misschien wel het dichtste op de inhoud van het coalitieprogramma. Ja. En dat is knap. Weet je, en dat moet het GNZ net al. Als je dan kijkt naar het begin en de stad van de coalitie en het coalitieprogramma wat er ligt, is de ruimte wel geboden door het GBT en de ChristenUnie
aan de oppositiepartijen om inbreng te hebben. Er zijn maar twee partijen die inbreng hebben gehad. Dat is SGP geweest. Ja. Die wilde graag vrijheid van keuze binnen het sociale domein als het gaat om zorg en ondersteuning. Ja, zit ook in. En dat zit er ook in. En wij hebben wat voorstellen gedaan die voor een groot deel zijn overgenomen. En dat maakt ook dat je je verbindt en daarmee ook gaat kijken van hey, waar kan ik mijn bijdrage leveren? Is dat al een beetje voorsorteren op 2022, Stefan? Of gaat dat iets gaat te ver? Ik bedoel, als ik gewoon kijk naar de afgelopen jaren. Ik ga steeds elk jaar bij de begroting opnieuw. Dat was ook de vorige collegeperiode zo. Als ik daar ook weer kijk naar de moties die wij hebben ingediend vanuit de Partij van Arbeid destijds. Dan denk ik bij mezelf, voor eenmansfractie, in de jaren dat ik er nu in zit. Denk ik dat ik steeds gekeken heb, wat zijn de punten voor ons die van belang zijn. Okay. Dat moet eigenlijk iedereen doen. Maar, zeg je? Dat moet iedereen doen. En waar kan ik winst boeken? Als ik kijk naar het innovatiefonds, vorige periode is door de Partij van de Arbeid in de begrotingsvergadering naar voren gebracht. Hebben we toen steun voor gekregen. Het college omarmt het, zoals het nu gaat. Nou, dat vind ik mooie resultaten. Nou, vind ik ook mooi, want zo'n voorstel verdient het ook om verder uitgewerkt te worden. En ik hecht eraan met alle partijen op die manier ook te werken. Of je oppositie bent of coalitie. Het is nu een keer zo. Coalitiepartijen hebben wat dat betreft een regeringsfunctie, klaar. Oppositiepartijen moeten hard werken om hun punten over het voet te brengen. En als je dat op een constructieve wijze doet, dan hecht ik eraan dat de coalitie in de verhoudingen van het voorstel dan met de coalitie kijkt van wat kunnen we daaraan doen. Ja. Jullie zijn het daarover eens. Dat zijn jullie daar zijn het wel over eens, Waar jullie het ook over eens zijn, is duurzaamheid. Wij moeten af van de bij de opwekking van energie van fossiele brandstoffen. Dat is voor jullie geen punt van discussie. Jullie zijn als partij ook beide voorstander van windmolens. Daar maken jullie ook beide geen geheim van. Nee. Dat het nu in het coalitieakkoord iets anders is verwoord. Staan er windmolens in? Ja, 25 meter hoog. Knap op, hoor. Ja, nee. Nou, okay, maar goed, we weten waar we het over hebben. Als wij spreken over windmolens, praten we over windturbines en windmolenparken. Wie zegt dat? Ik. Ja. Ja. Nee, ja, goed, maar dat verduidelijk. Dat is een journalistieke vrijheid, kun je maar op allerlei manieren. Dat zei de wethouder, maakt er een punt van. Dat zei de wethouder ook, hè. Ook deze wethouder maakt geen punt van windenergie, maar ik weet, 25 meter in Twente Rand, zo hoog, dat kan. Ja. En dat is een realiteit. Ja, maar hoger kan ook niet, en daar wil ik eigenlijk naartoe. En dat is dat alle initiatieven, buiten privé-initiatieven, met zonnepanelen op je eigen dak van je eigen huis, op dit moment niet meer kunnen. Nee. Enexis heeft geen ruimte meer voor wat grootschaliger energieopwekking boven die 25 meter waar jij het van hebt, voor windmolens. En ook voor zonnepanelen is geen ruimte op dit moment. Nee. De oorzaak is dat de 16 hectare die nu bij de Oosterweilanden geïnstalleerd worden, zodanig capaciteit vergen, of vergt, leveren, dat ze het niet kunnen verdelen. De verdeelkasten zijn er niet op gemaakt. Kortom, de infrastructuur van Enexis zou moeten veranderen. Klopt. Alleen, dat kost heel veel geld. Ja. En in Twenterand kost dat nog meer geld dan in een andere gemeente, omdat wij een aantal keren met de bekabeling onder het kanaal heen door, onder het kanaal door moeten. Ja. En we weten allemaal hoe gevoelig werkzaamheden aan het kanaal ligt. Mm-hmm. Dus daar worden automatisch de kosten ook nog hoger van. Mm-hmm. Jullie hebben ook als coalitie opgeroepen aan bedrijven en burgers om word duurzaam, investeer in duurzaamheid. En eigenlijk, als je als bedrijf dat wil doen, is het op dit moment over. Ja. In ieder geval, voor een bepaalde periode, en zoals het er nu naar uitziet, wat ik ervan begrepen heb, zou dat wel eens de hele coalitieperiode kunnen duren. Want het is niet van vandaag op morgen dat Enexis die infrastructuur voor elkaar heeft. Ja, klopt. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Voelen jullie je schuldig als gemeente om alle capaciteit in één keer op te snoepen en dus geen kans meer te geven aan anderen? Of zie ik dat helemaal verkeerd? Nou, dat het is een vraag, hè? Maar de beantwoording waarom je dit nu stelt kwam op basis van de interruptie die ik met de wethouder had. Ja. Want daar liet ze iets in los. En dacht van, hoe kan dit nou waar zijn? Dus, en daaruit bleek dat ze zegt van, ja, ik moet toch zeggen dat. En dat had ze nog niet met de raad gedeeld. Dus ook voor haar is dat een technisch verhaal. Kijk, beleidsmatig vind ik nog steeds dat het coalitieakkoord, het oproep voor duurzaamheid, het investeren daarin, dat het door moet gaan. Daarom vroeg ik haar ook, geldt dat dan ook voor particulieren?
Nee, het geldt niet voor particulieren. Nee, dat... Maar als nou heel Twente had overal die zonnepanelen op het dak raakt. En als ik nou bedrijf was en ik wou heel graag die zonnepanelen. Dan zei ik tegen meneer Rus, heb jij zonnepanelen op het dak? Kan ik een paar meter dak van jou krijgen, huren? Want dan heb je particulieren. En je kunt bij Innexis een aanvraag van, je kunt zelfs bedrijfsenergie van het dak halen. Wat je privé opwekt. Dat doet namelijk autobedrijf Smit straks ook. He? En daarmee heeft hij ook een dekking. Maar die zonneboeket, of die roze, die er is, die dekking op die 16 hectare is zo groot qua capaciteit. Ja, daar heeft Innexis, denk ik, ook naar Twente al niet voldoende op geanticipeerd. Ja. Want daar hadden ze ons ook moeten vertellen. En nu het richt, zei je, nee, ik heb het toch niet van elkaar. En dan staat er vandaag in de krant, in onze buurgemeente, kom op jongens, zonne-energie. Er is nog geen 3 kilometer verderop. En ja, dan kunnen ze de zonnepanelen tussen erop leggen. Dan ook 16 hectare wordt daar gezegd. En dan zegt een ondernemer uit Frieseveen, die zegt, ja, ik ben ermee bezig. Ja. Maar ik, voor 99% heb ik de financiering nog niet rond. Nee. Ja, dan zeg ik, ja, oké, dat punt snap ik. Maar, ja, nee, maar dan, moet je die plannen, dan moet je die plannen niet naar voren brengen in mijn optiek. Vind ik ook. Als je 99% de financiering niet rond hebt, waarom zou je dan de inwoners, want het krijgt altijd de reuring en onrust. Tuurlijk. Waarom wil je dat dan doen? Wacht dan tot je... gedekt bent met de financiering en kom dan met je plannen. Ja. Maar goed, misschien zie ik het verkeerd. Misschien lukt voor de krant. Maar het gaat mij om Innexis. Innexis wil de netwerk beheren en degene die dat levert. Dus ik kan daar gewoon niet bij, hè? Ik bedoel, wat denk je nou? Dat de stroom van Twente in één kastje komt, ergens halfweg Almelo, en dat dat vanuit Dalen komt, of vanuit Wierden, dat dat dan in een ander kastje komt, komt erop. Nee, dat begrijp ik dus ook niet. Dat het in Dalen dan wel zou kunnen en in Twente dan niet. Het is een postcodematige verdeling. Nee. En op basis van wat op de kaart zit, krijg je een rode sticker. Ja. En dat is het punt. Maar het is wel triest dat er nu initiatieven mede op aandringen van jullie, want beide partijen hebben gezegd, bedrijven, inwoners, inwoners, dat kan nog, een zonnepaneel op een dak, 16 of 12 of 24, 36. Hoeveel heb jij er? Oké, dat wou ik net vragen. Baas boven baas heb je altijd, maar we kunnen niet allemaal aan het oosteinde wonen, natuurlijk. Hè? Dat... Ja, sorry, dat moest even. Ik heb ze ook nodig, hoor. Ja. Alle 36. Ja, ik heb oost-west oriëntatie, dus ik krijg wat verlies. Dus ik heb ze niet op zwart. Heb je al gekeken over wat het... Ja, we weten hoeveel verdiend hebben in 2 weken. Nee. 590 kilowattuur opgewekt in bijna 2 weken. Ja. We gaan het afwachten hoe dat gaat met die... met de oproep tot verduurzamen en bedrijven. En we moeten proberen, denk ik, en maar daar zullen jullie het mee eens zijn, om toch met Innexis en op welke manier dan ook te kijken of we dat niet op slot gooien. Maar dat is een mooie taak voor het college en voor de wethouder duurzaamheid. Okay. En voor mij is die boodschap, zonder dat ik daar specifiek een opdracht voor gaf, heel goed begrepen. Jij gaf overigens aan in dat debat, toen jij ook verrast werd door de uitspraak van de wethouder, dat je daar later nog op terug zou komen. Ja. Doe je dat nog? Heb je het recht gedaan bij de bitterballen. Ja. Ik bedoel, het is een recessie, je moet dat heet houden. Morgen gaan we nog een keer weer met ze praten. Ja, begrijp ik, ja. En als het nodig is, dan zet ik mijn politiek instrument in. Maar dan overleg ik dan met mijn collega's. Morgen bij de barbecue, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, het weer ziet er redelijk uit morgen. Ja? Ja. Ik kom niet helemaal op tijd, maar dan kom ik tussen de buien door. Jongens, het is 5:05. We gaan er even tussenuit voor een muzikale onderbreking. En ik weet zeker dat we geen problemen krijgen met Facebook. Want dat is de zangeres die ook donderdagavond opgetreden heeft bij De Klampen tijdens het debat op locatie. Ik zie u straks, kijkers en luisteraars. En de gasten blijven hetzelfde, want we zijn nog niet klaar. Wij hielden van elkaar, jij beloofde mij te gaan. Haast waren wij een paar, wat hield ik veel van jou. Maar nu ben je er niet meer, en mijn hart gaat zo tekeer. Ik wil het opnieuw proberen, jij bent de ware man voor mij. Oh, kom terug bij mij, en maak me wat voor altijd blij. Ik wil je alles geven, als het kan mijn hele leven. Denkend aan die fijne nachten, zal ik op je blijven wachten. Voor jou is niets te veel, maar een ander is nu jouw deel. Ik zag je met een ander, ben jij dan nu zo'n man?
Wat ben jij toch veranderd? Ik snap niet dat zoiets kan. Ze maakt jou echt niet blij, want jij hoort alleen bij mij. Ik wil het opnieuw proberen, je bent de ware man voor mij. Oh, kom terug bij mij en maak mijn hart voor altijd blij. Ik wil je alles geven, als ik kan mijn hele leven. Denk het aan die fijne nachten, zal ik op je blijven wachten. Voor jou is niets te veel, maar een ander is nu jouw deel. Accordeonnetje. Oh, kom terug bij mij en maak mijn hart voor altijd blij. Ik wil je alles geven, als ik kan mijn hele leven. Denk het aan die fijne nachten, zal ik op je blijven wachten. Voor jou is niets te veel, maar een ander is nu jouw deel. Oh, kom terug bij mij en laat me hart voor altijd blij. Ik wil je alles geven, als ik kan mijn hele leven. Denk het aan die fijne nachten, zal ik op je blijven wachten. Voor jou is niets te veel, maar een ander is nu jouw deel. Voor jou is niets te veel, maar een ander is nu jouw deel. Goed, kijk eens, we zijn weer terug. Dit was Ellen Leusink, zangeres uit Almelo, die op heel korte termijn bereid was in de Klampen voor ons twee nummers te komen zingen. Nogmaals, dank Ellen en succes in je, met je zangcarrière. Nog even terugkomend, heel kort over het Zonnepark Oosterweilanden. Het college heeft aangegeven dat men dat gaat zien en gaat bewerken, behandelen als een verbonden partij. We hebben een aantal verbonden partijen binnen de gemeente, zoals Kogas en Twents. En daar gaat dan altijd een wethouder of een afgevaardigde naar een aandeelhoudersvergadering toe. En die rapporteert dan terug aan de raad en aan het college. Dit is toch een wat andere situatie, want hier is maar één aandeelhouder. Ja. En dat is de gemeente zelf. Ja. Hoe gaan wij als raad, jullie als raad, je controlerende taak uitoefenen in de aandeelhoudersvergadering van het Zonnepark? Nou, Stefan, hoe gaan we dat doen? Want een wethouder kan je er niet naartoe sturen, want die is betrokken. De eigenaar is, zijn de wethouders. Ja. Hoe gaan we dat doen? De eigenaar is de gemeenschap, hè? De gemeente. Ja, nee. Strikt genomen gemeenschapsgeld. Maar de slager kan je niet zijn eigen vlees laten keuren. Zullen we toch proberen. Ja. Maar hoe ga je dat doen dan? Stefan, wil jij eerst of niet? Ja, weet je, ik denk dat vooral het aan de wethouder dadelijk is om voortdurend de raad goed te informeren. Zorgen dat we volledig op de hoogte zijn van iedere ontwikkeling. Want het is natuurlijk een gevoelig thema. Hè? En ik denk dat ze daarmee ook kan zorgen dat ze draagvlak krijgt. En ik denk dat ze ook wijs genoeg is dat als wij in de raad aangeven, het moet linksom of rechtsom, dat ze dat ook zal doen. Want daarvoor is dit een veel te belangrijk thema. En dus het zal in de raad, in de raadsdebatten en in de raadsvergadering moeten gebeuren. Ik zie het als ons eigen bedrijf. Ja. Ik zie het gewoon als ons eigen bedrijf. Wij zijn de commissaris van ons eigen bedrijf. De directievoering is de gemeentesecretaris formeel. Ja. Hè? En het college heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid. Dat bedrijf, dat moet kwartjes opleveren voor een duurzaamheidsfonds. En daar gaat de wethouder over en de wethouder moet aangeven, wat doe ik met die kwartjes in het duurzaamheidsfonds jegens de gemeenschap? En daar heeft de raad van nodig. En de raad moet ook zeggen, die kaderstelling, dat moet op die manier eruit zien. En als zij behoefte heeft aan feedback, dan moet ze niet eerst een plan maken in het college. Eerst naar de raad en dan vervolgens het plan uitvoeren. Ja. Als ze dat maar doen, dan gaat het wel goed. Oké, okay. Ja, want we zijn het erover eens dat het een andere situatie is dan bij Kogas en Twents en noem maar op. Ja. Die verwevenheid, die zit er nu eenmaal. Ja. En die zal je, als je de controlerende taak als raad wil uitvoeren, op een andere manier invulling aan moeten geven. Ja. Aan mij. Dus daarom zeg ik van, zie ons dan als een commissaris in die verhouding. Dan maak je misschien het meest duidelijk. En dan, ja goed, dat hoef ik denk ik ook niet uit te leggen. Dat heeft dan een iets andere consistentie. Hè? Ja. En dan is controle is wel op basis van resultaat. Ja,
Ja, ja, oké. Okay. Maar ik neem aan zonder dat de resultaten... Heb je, maar ik neem aan dat de resultaten in een begroting verwerkt zijn. Mm-hmm. En of je dan de begroting haalt, ja of nee, dat wordt dan weer later een discussie. Ja. Maar oké, okay, we gaan het afwachten. Ik denk toch, hè, als je kijkt, want ik heb wat ervaring met met dat soort constructies. Hè, achteraf, de discussie gehad. Is het voor Twenteland in de huidige situatie voor ons hartstikke goed dat we zo'n constructie hebben? Dat we die niet weggezet hebben bij een andere partij. Want nu, je loopt relatief laag risico. En de capaciteit die het levert, die wordt nog iets meer. Mm-hmm. Dus wat we uit dat zonnepark kunnen halen en zelfstandig kunnen beslissen. Ja, luister, die keten die is gewoon gesloten. We hoeven dat niet te overleggen met een partij. Maar goed, dan kom je automatisch, Gijan, op de discussie. Of je als gemeente ondernemer moet zijn. Ja, of dat een kerntaak van de gemeente is. En dan komen we naadloos bij Soweco. En daar wil ik het met jullie uiteraard ook over hebben. Dat is een onderwerp wat speelt. Daar kunnen we niet omheen lopen. Nou, voor ons wat minder, denk ik, dan voor anderen. Nou ja, het speelt wel duidelijk. Er worden ook schriftelijke vragen over gesteld. En volgens mij komt er vanuit de oppositie morgen schriftelijke vragen worden er over Soweco gesteld. Mm-hmm. Stefan is daar ook direct bij betrokken, is niet het juiste woord. Maar is bij het onderwerp betrokken vanuit zijn partij en achtergrond. Mm-hmm. Het doet zich voor dat wij met z'n allen een aantal jaren geleden Soweco in een bepaalde richting hebben gedrukt. Mm-hmm. Ga de markt op. Mm-hmm. Ga je vleugels uitspreiden. Nu doet Soweco dat. En nu komt er een bestuursbesluit om een onderzoek te doen naar één optie. En dat levert commotie op. Niet alleen politiek. En niet alleen in Twenteland, maar ook bij de andere gemeenten. Maar met name ook bij de ondernemersraad van Soweco. Bij de raad van commissarissen van Soweco. En ook bij de directie van Soweco. Laten we het daar eens over hebben. En ik weet niet wie ik het woord moet geven, maar ik denk begin dat we erover eens zijn. Dat we bij Stefan moeten beginnen. Het Soweco-verhaal. Ja. Stefan, ga je gang. Ga je gang. Kijk, het begint op het moment dat wij een raadsinformatiebrief krijgen, waarbij een rapport is opgeleverd. En in die raadsinformatiebrief wordt aangegeven dat er een verder onderzoek zal plaatsvinden naar een voorkeursscenario waarin Almelo straks de regievoerder gaat worden. En ik noem het even met mijn eigen woorden. Soweco verder ontmanteld wordt en alleen nog maar de kerntaken rondom de sociale werkvoorziening wordt uitgevoerd. Dat lezende, ik heb het rapport goed gelezen, de raadsinformatiebrief goed gelezen, heb ik teruggekeken wat is er afgelopen jaren gebeurd. Daarin, dat schetste hij al, heeft het DB destijds Dagelijks bestuur, dankjewel. Dagelijks bestuur, dus de bestuurders met de 6 wethouders uit de 6 gemeenten met elkaar gezegd. Soweco, wij gaan jullie de opdracht geven om je door te ontwikkelen als maatschappelijke onderneming. Met daarbij de gemeenschappelijke regeling af te bouwen en af te schaffen. Maar wel die doorontwikkeling te maken. En dan gaan wij eind 2020 gaan wij de balans opmaken. Gaan we terugkijken. En dan nemen we een definitief besluit over het vervolg. Mm-hmm. Als ik kijk naar wat er destijds is afgesproken en is ook is toegezegd, waarbij onderdeel van het onderzoek ook zou zijn, willen wij wel of niet aandeelhouder zijn? Dat zou ook nog besproken worden met de raad op enig moment. Dan ligt er in één keer op 22 mei een onderzoeksrapport waarin letterlijk staat, het dagelijks bestuur heeft besloten om geen aandeelhouder te willen zijn. Als de afzonderlijke gemeenten willen geen aandeelhouder zijn. In het rapport staat ook dat de onderzoekers hebben gezegd, wij hebben het onderzoek gedaan naar de scenario's vanuit het uitgangspunt dat de gemeentes
geen aandeelhouders willen zijn en over willen gaan tot verdere ontmanteling van Soweco en dat de maatschappelijke onderneming ook niet meer aan de orde is. En wij gaan alleen nog maar het voorkeursscenario verder onderzoeken. Op basis daarvan heb ik vragen gesteld. Die vragen zijn voor een deel wel beantwoord, voor een deel ook niet beantwoord. En dan vind ik er bijvoorbeeld een verschil in zitten waarin in het rapport staat alle zes de gemeente en de bestuurders hebben aangegeven geen aandeelhouder willen zijn. En in de beantwoording van de vraag van goh, wanneer heeft de wethouder van Twenterand dat besproken met de raad en wanneer heeft daar een besluit over plaatsgevonden, dan staat er letterlijk dat is nog onderwerp van onderzoek en wij hebben nog geen besluit genomen over het aandeelhouderschap. Dus wat mij betreft hebben wij vooral vragen gesteld over de gang van zaken in de afgelopen periode en waarom het dagelijks bestuur eigenstandig een aantal zaken in gang heeft gezet zonder daar met de raad over in debat te gaan en er al een richting wordt gekozen waarbij ik denk van waarom wordt die richting vervolgens niet vergeleken met de huidige situatie. Dat is ook de motie die wij ingediend hebben waar we eigenlijk hebben gevraagd van goh, we kunnen ons voorstellen dat je onderzoek doet, want je moet niet pas wachten tot eind 2020. Je moet al eerder gaan kijken en je oriënteren op die toekomst. Maar als je je oriënteert op de toekomst, kijk dan ook van hoe het nu gaat. En dat is ook de vraag geweest van de Raad van Commissarissen. Dat is ook het algemene geluid. Dat is ook wat de Raad van Wierde wel heeft gezegd. En die motie is in Wierde wel aangenomen, waarin wordt gezegd, vergelijk het voorkeursscenario waar men nu mee bezig is eens met de huidige situatie en de doorontwikkeling van de maatschappelijke onderneming. Die motie heeft het bij ons in onze raad niet gehaald. Want de coalitie heeft aangegeven van wij steunen de wethouder in zaken het standpunt in het dagelijks bestuur. Nee, wij steunen de wethouder tot de uitkomst is na de vakantie bekend zijn van het onderzoek. En tot die tijd hebben wij gezegd doen we niks. Maar daarbij wordt er in dat onderzoek, en dat is de opdrachtgever is het dagelijks bestuur voor dat onderzoek, wordt er alleen maar naar één scenario gekeken. Nee, prima. Maar en daarvan hebben wij gezegd van doe nou wat meer. Misschien moet je die motie dan maar even bewaren tot nader orde. Maar we hebben aangegeven dat we eerst dat willen zien na de vakantie. Mm-hmm. Voordat we überhaupt ook maar iets zeggen over de inhoud van welk onderzoek en welk scenario dan ook. Mm-hmm. Dus dat Wier daar ja tegen zegt en Twente ook niet. Maar je ziet hoe verschillend het ligt in de regio. Dus ik wil er ook niet zo, eens zo heel veel over zeggen. Waarom niet? Simpelweg om het feit dat ik vind dat de rolverdeling is dat op dit moment het dagelijks bestuur, waar wij onderdeel van zijn, zijn taak doet. Ik vind dat de Raad van Commissarissen zich vooral met de directie moet bezighouden. Dat de ondernemingsraad zich vooral moet bezighouden met hun mensen en daarvoor moet komen. En vervolgens, als die rapportage er komt, dan vind ik dat wij als onderdeel van de gemeenschappelijke regeling en in de samenwerking moeten kijken van waar zit nu voor ons de breakfast. En waar ik wel aan hecht, is dat de wethouder om de onrust alvast wat weg te managen, er wel goed aan heeft gedaan om de mensen die het betreft, hoe je ook vindt dat je die mensen moet benaderen, heel duidelijk heeft aangegeven. U heeft baangarantie. Ja, en wij zorgen voor u. Dat is en ik denk dat per definitie dat voor die mensen op zich goed is. Hè, want die maken zich wel onrustig over hun toekomst. Dat is goed. Maar als je naar de bestuurlijke lijn kijkt, dan nogmaals vind ik het rechtvaardig om te zeggen, ik wacht de uitkomst wel even af tot na de vakantie. Dat is ook de houding van mijn fractie. Van het GBT blijkbaar ook. Maar van mijn fractie is dat de houding. Ja, die vragen die moet je vooral stellen en de antwoorden daarvan die je wilt hebben. Ja, als ze je niet willen geven, dan is dat, heeft dat misschien een reden. Dan moet je misschien nog een keer vragen. Maar ik heb ook de beantwoording wel gezien en daaruit lees ik dat ze een aantal dingen gewoon nog niet willen vertellen. Omdat het of niet kan, of dat het nog te precair is, of dat het nog onder de pet zit, wat je er ook van kunt zeggen. Of dat ze nog geen duidelijkheid kunnen geven, omdat ze het met elkaar nog niet over hebben gehad. Dus je kunt een heel verhaal van maken. Mag ook vanavond aan tafel, geen enkel probleem. Wij zullen daar helemaal niet inhoudelijk over debatteren vanavond. Nou dan, kijk eens, dan moeten we de uitzending misschien maar een andere rol. Nee. Heeft geen zin. Ik heb ook geen rol. Hè? Ik heb nu geen rol. Ik heb een andere rol. Nee, dat begrijp ik wel. Als je de wethouder in tafel hebt, dan moet je dit soort vragen vooral aan haar stellen. Dat heb ik wel gedaan toen ik ze aan tafel had. Maar toen wilde ze ook niks zeggen. En dat begrijp ik ook wel. Maar dat is altijd. Het is lastiger om met een wethouder aan tafel te praten. Maar raadsleden vind ik wel dat die wat meer kunnen vertellen en hun standpunten kunnen toelichten.
ik heb me er niet 100% in verdiept in de materie helemaal, maar ik zie dat wij, en daar ben ik zelf onderdeel van geweest, dat wij 2 jaar geleden Soweco in een bepaalde richting hebben geduwd. Ja. Dat doen ze goed, ze verdienen geld. Dat geld wordt gebruikt om de kosten die wij hebben voor de mensen met een rugzak aan het werk te krijgen, dagbesteding te doen. Ja. Dat is in principe een ideale situatie. Moet je de wethouder Rijs Holten eens vragen wat hij daarvan vindt? Van dat... Maar daar zit een groot verschil. Rijs Holten heeft maar een beperkt aantal van deze mensen. Ja. En wij hebben naast Almelo het grootste contingent van deze mensen. Maar dus ook de hoogste kosten. Maar neem meteen het punt op de passie. Nee, dat klopt. Kijk, in die zin, als je gaat kijken hoe heeft Twenterand zich de afgelopen jaren opgesteld in relatie tot Soweco, waar... Van de 6 gemeenten was volgens mij Twenterand de warmste pleitbezorger van Soweco en die maatschappelijke onderneming. Ja. Alleen je ziet sinds december, of eigenlijk misschien wel sinds de verkiezingen van vorig jaar, in andere bestuurders, in Almelo. Ja, dat is de kaarttrekker. En vervolgens zie je daar een dynamiek ontstaan die ik niet wenselijk vind en die ik ook jammer vind en betreur. En dan kan ik alleen maar mijn eigen wethouder, die als bestuurder daar zit, op aanspreken. Ja, van, hoe stel jij je daarin op? Ja. En welke positie neem je als Twenterand in? Nou, daar heb ik het debat over gevoerd. Ja. Die moet ik ook niet met Gerjan voeren. Die Daarom zeg ik van, dat heeft geen zin. Maar goed. En dat debat komt dadelijk in september of in november of einde van het jaar komt dat debat terug. Ja. Ik zou, in de Tweede Kamer zijn er tot de Partij van de Arbeid vragen gesteld over... Onder andere, of naar aanleiding van Soweco, en heeft de staatssecretaris daar eens op gereageerd. Die zegt van, wees voorzichtig met het ontmantelen van structuren en sociale of infrastructuren zoals die daar zijn als Soweco. Ja, gooi geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt. Dat is natuurlijk heel duidelijk. En met name lopen we weer tegen hetzelfde probleem aan, denk ik, vermoed ik, dan toen Rijsse Holte en Hellendoorn ook wilden opstappen. Je krijgt te maken met frictiekosten. Natuurlijk. En dat ga je dadelijk met z'n 6 ook krijgen. Dan moet ergens 15 miljoen opgehoest worden. Dat bedrag weet ik niet of dat klopt, maar heb ik horen verluiden. En daar krijgt Twente dan natuurlijk ook zijn deel van. Ja. Dus het is niet alleen dat je zomaar zonder kosten adieu kan zeggen. Nee, er komt ook een rekening bij. Plus dat wij als gemeente ook nog invulling moeten geven om die mensen die wij hier, waar wij verantwoordelijk voor zijn, waar wij van zeggen, jullie houden je baangarantie, daar moeten we invulling aan gaan geven. Dat kost ook geld. Ja, maar daarom zeg ik ook, ik wil eerst... om er inhoudelijk überhaupt iets zinnigs over te kunnen zeggen. Ik kan er wel wat over zeggen, maar dat heeft niet... En ik denk dat de luisteraar daar in die zin ook niet op zit te wachten. Nee, maar de mensen horen wel Soweco. Daarvoor vond ik het toch goed. Ja. Zeker omdat jullie beiden daar toch anders in staan. Dat is een man daar. Ja, dat vermoed ik. Nee, ik denk dat je... De wethouder heeft... Stefan is wat uitgesprokener op dit moment in zijn mening. En jij houdt je kaarten nog even tegen de borst. Dat is het verschil. Mag ik het zo verwoorden? Maar vind ik wel dat je er anders in staat. Nou, ik denk niet dat dat zo is. Ik denk alleen dat ik de inhoud nog niet goed genoeg vertel. Of nou niet wil vertellen. Wat ik een beetje voel en proef, ook nu... Alsof als mijn wethouder in een dagelijks bestuur in zo'n regeling zit, toevallig van de ChristenUnie is, dat dan vervolgens de fractievoorzitter haar dan ook daarbij het handje houdt. Nou, dat is niet het geval. Maar dat heb ik ook niet beweerd. Ik heb de naam van de wethouder helemaal niet genoemd. Ik zeg, over het algemeen proef ik dat een beetje. En dan word ik maar op je zei ook hier aan tafel en dat klopt niet. Nou, excuus. Oké. Okay. Ik zal je aangeven dat wel de intonatie is die ik voel. Matta heeft daar een andere wet, daar een andere verantwoordelijkheid, is daar... verantwoordelijk voor Twenterand en niet in het college verantwoordelijk. Daar spreek ik haar op aan. En ik wil eerst weten wat daar uit het rapport komt voor elkaar daarop aangespreken. En als ik in de oppositie had gezeten, had ik waarschijnlijk zoveel gedaan. Ja. En had ik ook wat meer vragen gesteld. Dat doen we nu wat minder. Ja. Maar reken erop dat onze woordvoerder Kalla heel goed op de hoogte is en zich ontzettend goed laat informeren. Ja. En dat de fractievoorzitter van ChristenUnie de even in doet. Ja, en als jij presentator was geweest van een politiek programma, had je dit onderwerp ook naar voren gebracht? Ja, zeker. Okay. Nou, zeker. Ja. Dan zijn we het, we het daarover eens. Toch nog even dan, want,
wil niet weggaan om toch even iets over de wethouder, de ChristenUnie-wethouder, te zeggen. In het debat over Sweco gaf de wethouder aan dat het aandeelhouderschap voor een BV of NV geen kerntaak is van de gemeente. Dat begrijp ik. Maar dan wel het zonnepark. Dat wringt. En waarom vind ik dat het wringt en jij bijvoorbeeld niet? Nou, ik zeg, het zijn niet mijn woorden. Ik heb haar dat valt er ook onder dat je zegt, ik hou de kaarten nog even tegen. Nou, ik zou er wel iets over zeggen. Het enige verschil is wel dat wij met elkaar als raad hebben besloten dat het in de omstandigheden waarin we zitten een prima keuze zou zijn om dat zonnepark. Maar daar zijn we alleen als enige gemeente-eigenaar van. En dat geldt in het geval van Sweco niet. Daar moet je altijd consensus bereiken. En ik zal je wel vertellen, dat vind ik echt, en dat is inhoudelijk. En dat, ik denk dat Stefan daar terecht de vinger bij wijst. Na de verkiezingen is met name in Almelo's en de coalitie veranderd. Ze hebben het moeilijk financieel. 6,9 miljoen komen ze tekort in het sociaal domein. Die wethouder van één opdracht. Zorg dat het tekort teruggedraaid wordt. Hij heeft een politieke pet op die de partij van de VVD draagt. Waarom? Nee, goed, ik weet niet waar je het van bent, maar de partij van ik de ben VVD, onafhankelijk, meneer Smelder. Die de partij van de VVD draagt, en dat is toch anders dan de vorige wethouder. Dus zijn persoonlijke bemoeienis wordt ook gedreven vanuit een innerlijke overtuiging. Dat wil ik er met mij aangeven. Ja. En ik merk wel dat daar verschil in zit. Dat is een absoluut verschil. En dan zeg ik geen inhoudelijk, doe ik geen inhoudelijk oordeel, maar de aanvliegroute is wel wezenlijk anders. En dat zul jij ook ervaren hebben. En dat zul je ook, doordat je er wat meer bemoeid hebt, ook gezien hebben. En misschien dat daar dan wel een groot deel van het probleem zit. Als Almelo nu 6,9 miljoen tekort heeft in het sociaal domein, dan weet ik niet of het zo onrustig zal zijn bij Sweco. Nou ja, jongens, we hebben toch bijna een kwartier over Sweco kunnen praten. Terwijl Gejan zegt, ik wil er eigenlijk niet over praten. Maar het is goed, vind ik, naar buiten toe, richting de kijkers en de luisteraars, om het er toch even over te hebben. Want de media pakt het wel op. Zeker. Ja, en daarom is het ook goed dat jullie vanuit ieder vanuit zijn eigen achtergrond er iets over kan zeggen. Ja, en daarom is het ook belangrijk om inderdaad zo snel mogelijk na de zomervakantie onderzoek boven tafel te krijgen. En daarin volledige openheid te betrachten van wat de keuzes en afwegingen zijn. Heren, willen jullie voordat het zomerreces echt ingaat nog iets wat we vanavond niet hebben kunnen behandelen, want het is al 8 uur weer. Het is weer snel gegaan, zo'n uur. Ja. Willen jullie nog iets delen met de kijkers en de luisteraars? Wat jullie zeggen, nou, dat wil ik ze meegeven, behalve een prettige vakantie. Maar zijn er nog punten? Kunstgrasvelden. Dat is wel interessant. Ja. Juist vanwege een tweetal ernstige blessures die er op het huidige kunstgrasveld van Deten, met name twee selectiespelers hebben in een navolgende periode een enkel gebroken en ook ernstig gebroken vanwege de toestand van het kunstgrasveld. En daar hebben de clubs, met name die nu aan vervanging toe zijn, ook aangezegd, we moeten echt aan de slag. Is een onderzoek geweest en ik denk dat de raad ook laat zien dat die 75 sportdoelstellingen die ze hebben, met een investering van 1,2 miljoen euro maar liefst straks in de begroting voor de vervanging van de toplaag kunstgrasvelden voor de voetbalclubs die 10 jaar of 12 jaar geleden hun kunstgrasvelden hebben gekregen. Dat nu ook direct geëffectueerd wordt en ook gewoon doorgang kan vinden. Overigens wel met een nuance daarbij. En dat heb ik in mijn termijn ook aangegeven. Ik heb gezien dat na 10 jaar met name 2 doelgebieden totaal gerenoveerd moesten worden. En er moest plotseling geld bij komen. Dat vind ik niet goed. Ik heb wel aangegeven en dat vind ik ook beter besturen. Dat vanaf het 10e jaar in de begroting moet staan dat er dan geld beschikbaar is. Om als er dan een veld dat minder qua conditie is. Of het nou bij de Ham, Dos Deter of bij de Boys ligt. Dat men daar dan ook kan investeren. Ja. Dat men daarop vooruit regeert. Even een kleine reactie. Voorwaarts is ook een voetbalclub, je noemt hem niet. Nee, die zit niet in die 4. Die zit niet in die 4, weet ik wel. Maar dat kunstgrasveld, en ik speelde wekelijks op, dus ik kan het weten, is je ook bijna aan het eind van de. Je loopt erop. Nee, ja, ik wandel erop. maar ook dat. Gaat ze niet van kapot. Nou ja, het gewicht speelt ook een rol, hè. Jongens, gewoon gas. Gewoon gas. Maar goed, dat kunstgrasveld ligt er 10 jaar in. En dat is over 2 jaar aan de beurt, zeg maar. Dus maar eigenlijk zou daar structureel wel wat moeten gebeuren. Maar die is wel voorzien. Zeker wel, tuurlijk. Nou ja, goed. Ja. Nou, punt, je vraagt even Gerjan om kunstgas. Nee, ik zeg het zelf, maar jij mag je eigen punt maken. Ja, dat is prima. Waar ik even aan moest denken toen je dat net vroeg, is denk ik van dat het goed is dat we bezig zijn met de inwonerbetrokkenheid. Daar heb ik ook een punt van gemaakt dinsdagavond. Ja, zeker. En ik denk dat daar een stap mee gemaakt is en dat we daar nog meer in kunnen doen. Ja. Het eerste debat wat we hebben gehad,
daar valt nog veel over te zeggen. En zeker. Veel, veel gaan we ook doen, hè? We hebben de werkgroep al direct een mail gestuurd en gezegd... evalueren ik ben blij, en verbeterpunten. Kijk, ja. ik ben blij dat je het punt noemt. Maar ik denk dat we daar nog meer stappen in kunnen zetten. Ja, absoluut. Vind ik ook wel. En ik zeg nogmaals tegen Gean, ik heb dat dinsdagavond ook gezegd... ik wil daar graag over mee nadenken. Ik wil daar graag ook mijn inbreng bij hebben. Omdat ik denk dat we daar nog meer slagen in kunnen maken met elkaar. Dus dat zou ik zeggen, van, denk daar van het zomer eens over na. En ik zou bijna jouw woorden willen gebruiken, maar ik weet niet meer of ik ze letterlijk kan halen. Politiek is niet alles, maar... Nee. Ja, maar dat doe je straks aan het einde. Ja, het is mooi om daarop aan te sluiten, dat je nu billboards aan de lantaarnpaal hangen. Kies uw burgemeester. Ja, precies. Dat is ook inwonerbetrokkenheid. Ja. Ik praat mee. Ja. En laat men allemaal die enquête invullen. Ah, daar hebben wij als vertrouwenscommissie in wording heel veel baat bij dat gebeurt. Dat is zeker hoor. Goed dat je dat nog even noemt. Ja. De Delta Media Groep is ook blij dat ze gevraagd is om deze debatten te kunnen organiseren. En wij weten duivels goed dat daar nog veel zaken beter kunnen. Excuses hoef je daar niet voor te maken, want het tijdspad was kort. Heel erg kort. Ja. 7 november... heb ik als voorstel gedaan om het volgende debat te doen. De locatie gaan we bespreken. Locatie is wel belangrijk, want de locatie moet voldoen aan een aantal punten. Moet glasvezel hebben om de technische structuur aan te kunnen brengen. Maar we gaan daar zeker mee door. En dat is ook een stap om de inwoners en de politiek wat dichter bij elkaar te brengen. En met name de kernzaken, zoals wij ze dan, zoals wij dat benoemen, aan de orde te stellen. Want de inwoners, ook in Westeraar, hebben de kans gekregen om onderwerpen aan te dragen voor zo'n debatavond. Dat is dus niet een stelletje mensen die aan tafel gaan zitten en zeggen, nou, waar zullen we het eens over gaan hebben? Nee, de inwoners en de raad, de partijen, mogen ook hun inbreng en hun voorstellen op tafel leggen. En daar wordt dan een debat over georganiseerd. Maar een debat hoeft niet altijd te betekenen dat je twee tegenpartijen aan tafel hebt. Dus dat miste dan de PVV, hoorde ik. Ja, maar het ging niet hard tegen hard. Dat hoeft voor mij ook niet. Moet je de PVV altijd. Met een aantal mensen van Knaal die daar de vis aan tafel zetten. Dan krijgen we hard tegen hard. Nee, maar ik ben blij dat je dat zegt, Chris. Ja. Precies, dus dat is ik op bedoel. Dat gaat over de debatten, dat gaat over de kernbudgetten. Ja. En zo zijn er wel meer voorstellen en ideeën waardoor we... Maar daar hebben wij... Het is mooi weer, dus gaat het gewoon op straat doen. Dus ze wel op straat wat mij betreft is dat het punt wat ik graag wil maken. Waarvan ik denk, van dat vind ik belangrijk en daar wil ik ook graag mee doorgaan. Maar daar hebben wij dus ook, en wij is dan Delta, de Delta Media Groep... ook de hulp van de raad bij nodig. Want jullie hoeven als raadsleden niet bij elk onderwerp aanwezig te zijn. Maar er zijn onderwerpen waar ook de inwoners vragen om jullie mening. En die bereidheid moet er dus ook zijn. Het is geen eenrichtingverkeer. Maar als ze dan niet komen, dan is het dan ook netjes afmelden. Hè? Dat heb je keurig gedaan, meneer Smelt. Maar ik denk dat dat ook verantwoordelijkheid is van de raad. Zeker. Als je uitgenodigd wordt, dat je dan ook zegt, ik kan niet komen vanwege... Ja. Toch? Ja. Dus dat is ook interactie waar je dan, denk ik, mag vragen van elkaar. Ja. Klopt. Hè? Nee, dat boodschap is overgekomen. Dankjewel. En geef je dat ook door aan het college nog even? Ja, oké. Heren, ik dank jullie voor de aanwezigheid. Ja. Het is echt altijd, en dat meen ik uit de grond van mijn hart, een genoegen om met jullie in gesprek te gaan. Want er gebeurt wel wat. Ja, ik hoef niet te trekken om antwoorden te krijgen. Het zijn ook geen gesloten antwoorden met ja en nee. En dat is eigenlijk de bedoeling van dit programma. Maar het staat of valt met de gasten. De presentator, ja, daar moet je het mee doen op dit moment nog. Maar de gasten moeten eigenlijk de uitzending maken. Ja. En ik dank jullie daarvoor. Graag gedaan. Ik wens jullie een hele prettige vakantie toe. Rust goed uit, want na de zomerreces komen er toch wel weer een aantal onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor de inwoners van Twenterand. Ik heb geen gemeentelijke berichtgeving van de afdeling communicatie gekregen. Jammer, ik kan ze dus u ook niet melden, maar misschien is dat vooruitlopend op het zomerreces dat er niets te melden viel, maar... Ik dank ook deze keer de heren van de techniek weer. Het begint, heren, een beetje op werken te lijken de afgelopen weken. Als we daar Westerhaar bij betrekken. Maar ook voor jullie geldt dat het zomerreces er aankomt. En onze volgende uitzending staat gepland op
22 augustus. Dan zijn de meeste mensen weer terug. Dan worden er weer aanmeldformulieren verstuurd. En volgens mij begint ergens in begin september de eerste raadsvergadering weer. Stefan, alles is politiek. Maar politiek is niet alles. Is niet alles. Dankjewel, Chris. Maar ook dat hebben we weer kunnen merken tijdens dit programma. Ik zie u dus graag terug op 22 augustus. En ik dank u voor uw aandacht. En ik wens u een hele prettige vakantie. Waar u die ook gaat doorbrengen. Rust uit. Tot over een paar maanden.